Anne, vandaag verloren van Turov, een van de sterkste spelers in je groep. Je hebt nu 1 uit 4. Wat is je gevoel tot nog toe over het toernooi? Op zich denk ik dat ik best goed gespeeld heb. Alleen tegen Etienne had er wel meer in gezeten waarschijnlijk. Gisteren wel netjes remise gemaakt en vandaag, ja oké, het was een lastige partij en van zo iemand kun je wel verliezen. Dan over het algemeen, hè? Hoe heb je je voorbereid op dit toernooi? Vooral wat openingen nagekeken en ook gewoon tactiek gedaan natuurlijk. En ja, nou ja, voor iedere ronde natuurlijk ook voorbereiden. Wat zijn je ambities? Hoe ben je naar Wijk aan Zee gekomen? Zoveel mogelijk proberen te blijven staan tegen de goede en gewoon goede partijen spelen. En dan zoveel mogelijk punten proberen te pakken. Heb je nog iets dat je bijvoorbeeld boven Lisa Schut wil eindigen? Is daar nog een bepaalde competitie of maakt dat niet zoveel uit? Nee, dat maakt mij in ieder geval niet uit. We zien wel hoe het gaat. Oké, okay. Wat ga je morgen op de rustdag doen? Niet zoveel waarschijnlijk. Lekker uitrusten en dan een beetje kijken voor de volgende ronde al wel. Tegen wie moet je donderdag? Met zwart tegen Lisa. Oké, okay. Maar dat is geen extra belangrijk duel dus voor je? Nee, is gewoon net als een van de andere partijen. Oké, okay. Dankjewel. Graag gedaan.